meneer Valenkamp van de eenheid Midden-Nederland van de Nationale Politie. Wat brengt u hier vanavond? Ik ben vanavond op de nieuwjaarsreceptie hier in Bunschoten-Spakenburg. En vanuit mijn functie als teamchef van BES, waar Bunschoten onder valt. De laatste jaren hebben we als bevolking van Bunschoten-Spakenburg eigenlijk best wel gemerkt dat er van hogerhand uit gesneden is in de politie. Merkt u daar nu nog wat van? Nee, op dit moment niet meer. De sterktes, zoals wij dat noemen, zijn vastgesteld. En dat betekent dat wij op dit moment niet meer hoeven te snijden. We hebben een basisteam van ongeveer 155 mensen. We hebben nu nog iets boventalligheid, maar uiteindelijk gaan we daar komend jaar wel op uitkomen als onze reorganisatie helemaal voltooid is. Het politiebureau in Bunschoten is onlangs gesloten. Jullie zijn nu gevestigd binnen het gemeentehuis. De openingstijden van het politiebureau, zijn die gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis? Ja, daar is op zich ook niks op veranderd. We zijn alleen van locatie veranderd. Voor ons geldt voordeel en voor de gemeente ook. Want we werken nu samen met de BOA's, dus de buitengewone opsporingsambtenaren, en met de gemeente. We zitten heel dicht bij elkaar. En ook met de lint, dus het sociaal team en dergelijke, zitten tegenover het bureautje. En dat betekent gewoon dat die samenwerking veel makkelijker en soepeler verloopt. Dus wij zijn er wel blij mee. En wat zijn de hoogtepunten geweest of dieptepunten geweest voor de politie Bunschoten in het jaar 2015? Ja, de hoogtepunt is dat het aantal woninginbraken naar beneden gegaan is. Waarbij we ook merken dat de inwoners van Bunschoten en Spakenburg meer bellen dan afgelopen jaren. Dus dat helpt ons ook wel bij ons werk, want we kunnen het natuurlijk niet alleen. Dus dat helpt. Wat intensief geweest is, is de tijdelijke noodopvang van de vluchtelingen hier. En nou, ik voel daar ook wel een beetje trots. En ook de inwoners van Bunschoten mogen daar wel trots op zijn dat het zo mooi en zo goed verlopen is. Mocht het zover komen dat het COA aan de gemeente Bunschoten het voorstel doet om hier een asielzoekerscentrum voor langere tijd te vestigen, wat kan de politie daar dan in betekenen? Ja, of het wel of niet gaat komen is natuurlijk niet aan ons. Maar op het moment dat de gemeente besluit dat er een AZC of een andere noodopvang gaat komen, dan ondersteunen wij dat. En wij worden ook weer ondersteund door ons district en dergelijke. Dus wat ons betreft is dat personeel technisch geen probleem. Het jaar 2015 hebben we natuurlijk ook best wel iets gemerkt van de veiligheid binnen Nederland en in Europa vanwege de terroristische aanslagen. Ik kan mij de Derby herinneren, dat was eigenlijk vlak daarna. Wat voor extra zaken heeft de politie gedaan om de veiligheid van de bewoners te waarborgen? Nou, helemaal garanderen kunnen we dat natuurlijk niet, maar we hebben een aantal extra maatregelen getroffen. Ik ga ze niet allemaal vertellen, maar je ziet gewoon, ja, de wereld verandert op dit moment. De wereld is in beweging, dus hebben wij ons daar ook op aangepast. En dat betekent dat wij gewoon ook landelijk scannen wat de bewegingen zijn, of er gevaar loopt en dergelijke. En we zitten op dit moment ook nog in de ene hoogste code, dus ook code oranje, zeg maar. Dat betekent verscherpt toezicht. En dat met name ook de landelijke diensten, zoals de AIVD's en de antiterreureenheden, gewoon alert blijven. En wij verhogen onze inzet op het moment dat er bijvoorbeeld de Derby of een groot evenement met oud en nieuw hebben we extra ingezet om de veiligheid te vergroten, zeg maar. In de nationale pers komt de nationale politie er niet altijd al te positief uit. Dat zult u waarschijnlijk zelf ook weten. Maar wat zijn uw ervaringen daarin? Ja, de nationale politie is natuurlijk in wording. En wat wij er nog van merken is dat heel erg dat de collega's nog hun plek moeten vinden. Alle collega's bij ons hebben hun plaatsingsbrief gekregen in december. En maart, april wordt hun definitieve plaatsing. Dus dan betekent wel dat er wat geschoven gaat worden. Dus het is wel intern onrustig. En we proberen aan de buitenkant er zo min mogelijk van te laten merken. En volgens mij, zeker op lokaal niveau, gaat het wel goed. Wij wensen u het allerbeste en natuurlijk het hele politieteam voor het jaar 2016. Ik zal het overbrengen aan de collega's. Dankjewel.